Een hele goede morgen en welkom bij mijn YouTube-kanaal. Het is 3 september en ik wil weer een persoonlijke video opnemen. Even kijken hoor. Ja, waar wil ik het vandaag over hebben? Ik wil het hebben over de christelijke kerk, ook na mijn vorige uitzending van Scott Hensler. Daar maak ik me heel erg zorgen over. En dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. Ik was gisteravond bij familie op bezoek en we hebben een hele leuke avond gehad. Toch ook een en ander besproken. En ik hoop dat ik. We hebben een leuke discussie gehad, in ieder geval, laat ik zo zeggen. Dat was gewoon goed. Toen ik terug naar huis reed. Mijn broer vroeg waarom mijn ex-vriendin zo geïnteresseerd was in het bokserras, het hondenras, bokser. En daar kon ik toen eigenlijk niet gelijk een antwoord op geven. En eigenlijk toen ik in de auto naar huis zat, werd ik bepaald bij Moloch. 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 En toen ben ik gaan zoeken. Want de boksers zijn afstammelingen van het hondenras Molochen of Molochers. Molossers. Ja, en even kijken. Toen kwam ik op dit plaatje. Het lijkt wel een soort pitbull. Dit is een van de verschijningsvormen van een Moloch, een afgod. Een offspring van foute seks, zeg maar, tussen een mens en een gevallen engel. Een van het gangetje van Lucifer volgens de mythische verhalen, zeg maar. Hier krijgt hij waarschijnlijk een kindoffer gepresenteerd door zijn volgelingen, de Kanaanieten. Kanaanieten. Kanaanieten, ja, wie zijn dat? Heel interessant. Ja. Moloch. Dus voorvader van de boksers. En dat zijn honden die ik heel erg leuk vind en heel erg lief. En ze vinden mij ook meestal wel super tof. Op de een of andere manier. Ik weet ook niet waarom of zo. Ik kan wel lezen en schrijven met die honden. En ik snap ze wel heel goed. Ja, dus dat is. Dit zal wel een Romeins iets zijn. Als ik dit plaatje zo eens bekijk. De Kanaanieten. Dat zijn de Illuminati, hè, zeg maar. Dus ze noemen zichzelf Joden en zijn dit niet. Die hebben een plannetje gemaakt op een gegeven moment om. Ja, dat is een beetje het sionisme natuurlijk, hè. Sion.
terugkeer naar Israël van het volk van God. In dit geval het volk van Moloch. Hele toestanden allemaal oorlogen over uitgevochten. En omdat ze natuurlijk niet zo sterk zijn en geen grote legers hadden, moesten ze heel veel manipuleren. En hebben ze zo de Verenigde Staten, Europa in oorlog, Rusland in oorlog, de tsaren vermoord, de communistische revolutie, Lenin, Stalin, maar ook het kapitalisme, alles. Ze werken meestal van meerdere invalshoeken. Invalshoeken. Wees niet verbaasd als ze overal zitten en geïnfiltreerd zijn. Maar neem het niet van mij aan, onderzoek het gewoon zelf. Ik heb al gezegd, de vlag van Israël, de Davidster, is een occult symbool, is een hexagram. Zes punten, zes driehoekjes en een hexagram, een zeskant. In het midden maakt 666. Dat is niet echt het getal van God, zeg maar, van de echte schepper van hemel en aarde. Dus het symbool kom je ook overal tegen. Het klopt ook dat symboliek, ja, of het een ondergang wordt, ja, tuurlijk wordt het een ondergang. Ze kondigen alles gewoon in de openheid aan op dit moment. Alle informatie is gewoon openbaar beschikbaar. Waarschijnlijk omdat niet heel veel mensen meer de kennis hebben om te herkennen en onderscheid te maken. Voor dat onderscheid heb je de Heilige Geest nodig. Dat helpt, anders dan ga je het met je verstand beredeneren en dan schiet je verstand hoogst waarschijnlijk tekort. Kijk, ons vriendje, hoe heet hij nou ook alweer, joh? Hoe heet deze vrijmetselaar? Oh, het is Radbrit of zoiets. Of Gritmit. Gritprut. Ik weet niet. Hoe heet dat? Hoe heet die mier? Hoe heet die luis? Ik wil hem ook niet beledigen of zo, maar ik ben zijn naam gewoon vergeten. Knatsnit. Gritmrut. Nip. Nee, vergeten. Vrijmetselaar. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ja, dat brengt mij bij Hollywood. Yep. Hollywood. Allerlei films en series. Geweldige bron van informatie. Hartstikke leuk. Je denkt van, hoe komen die scriptschrijvers erop? Wat is er toch allemaal geweldig? Nee, het zijn ingewijden. Die weten wat er aan de hand is. Dus die scripts zijn gewoon gebaseerd op realiteit. Dus ja, eigenlijk allemaal niet zo heel creatief dus. Denk aan films als The Hunger Games. Ad Astra. Alle films eigenlijk, gewoon alle series. The Walking Dead. Homeland. The Leftovers. I Know This Much Is True. Ozark. Alle series van de laatste tijd. Carnivale is een hele belangrijke. Boardwalk Empire is zeer belangrijk. Ja, The Departed. Mega belangrijk zijn de Terminator films. Over de
het based systeem, wat technologie betekent, megadeth. Fallen Angel technologie. Stralingswapens, elektromagnetische straling, satellieten, wifi, telefoons. Onderzoek uit. Even kijken hoor, ja. Ik mag er niet veel over zeggen. En ik mag het ook niet in verband brengen met een... En nu iets wat rondgaat over de wereld, waar heel veel over te doen is op televisie en zo. Dus dat doe ik dan ook niet. Waar wilde ik het over hebben? Ik heb een Moloch gehad. Ik heb weer een en ander gezegd. Oh ja, even kijken. Hemmes. Ja, hij is de vorige Hemmes. We hebben nu een andere Hemmes. De Hemmes die we nu hebben is... heeft Christus al ontkend. Hemmes is een wolf in schaapsklederen. Is een soort wereldreligie aan het promoten. Wat een valse profeet is dat. Valse profeet. Het is een verschrikkelijke killer. Een slang. Een valse leraar. Een pedofiel. Een Illuminati. Wat nog meer. Ja, vervelende toestand met die man. De Chrislam. Één bewustzijn, één gedachte, één godsdienst systeem. Onderzoek het. Allemaal occulte symboliek in de katholieke kerk. Eigenlijk na de geboorte van Christus is, of na de dood, is vrij snel de christelijke kerk geïnfiltreerd. Tot op een niveau dat eigenlijk in de moderne kerken, en ik ga het gewoon zeggen, God niet meer aanwezig is. Zelfs het woord van God is aangesleuteld. Schandalig. Diep triest. Scott Hensler zei er ook iets over. Hè? Je hebt dan de christenen, die zijn natuurlijk wel erg helemaal gekaapt door het positief denken. Ja, als je maar positief denkt, dan geloof je. En dan, ja, als het niet goed met je gaat, dan betekent dat je niet positief genoeg denkt en niet hard genoeg je best doet. Er worden valse doctrines geleerd in kerken, zeg maar. Doctrines als Calvinisme, de doctrines van mensen, demonen. Waarheid is, wordt weggelaten, de allerbelangrijkste waarheid. Op die plaatsen is God niet. Daar is. Het zijn gevaarlijke plaatsen. Ik wil niet zeggen dat mensen die daar tot geloof zijn gekomen en
bekeerd zijn, niet gered zijn. Dat is niet het geval. Maar ze zijn wel uitgeschakeld als strijders voor de Almachtige. He, want ons is door middel van Jezus Christus een autoriteit gegeven over ja, alle andere schepsels, demonen, gevallen engelen, spirits, allerlei wezens, dimensies. En ja, die strijders zijn nu in slaap gehouden. Daar heeft de tegenstander weinig last meer van, in ieder geval. Dus, ja, maar Leon, wat zeg je nu? Onze voorganger is zo vriendelijk en hij drijft demonen uit. En dus een en al Gods liefde voelen we daar. Ja, tuurlijk. Ja, denk je dat Satan het paradijs inkwam als Satan? Nee, hij verscheen als een charmeur, een goede verkoper, een hele attente, interessante, bescheiden leugenaar. Maar een leugenaar is een leugenaar. Mensen, men kan van mij zeggen dat ik gek ben. Maar voor mij kun je niet zeggen dat ik stom ben. En ik hoop dat u zelf zaken onderzoekt, wil onderzoeken. Heel veel mensen zijn wakker, staan open voor dingen. God zal tot je spreken. Ja. Kijk, dit is ook leuk. Dit is ook een... Ja, wat zal die zijn? Zal die nog mens zijn geweest ooit? Zal hij mens geweest zijn? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk wel dat hij zijn ziel verkocht heeft aan de duivel. Ja, daar heb ik al eerder over gehad. Ah, laat me niet meer over hebben. Even kijken, zo. Ik zit te kijken of ik nog nieuwe plaatjes voor jullie heb. Nieuwe plaatjes. Oh ja. The Jewish Bolshevik Dictator of Russia, Lenin. Okay, Lenin. Zeer naar ding, wezen, weet ik veel wat hij is. Slangenbloed, denk ik. Dus. Gefinancierd door de Rothschild bankiers. Oh, dit doet me denken aan iets. Hè. Ik ga even een uitstapje maken. Naar een vakantie die ik in 2016 mocht hebben. In Bayern, Füssen, Duitsland, de grens met Oostenrijk. La 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 la. Zo. Oeps, wat moet ik die doen? Wacht even hoor. Dum, 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 dum. Ja, toch maar even kijken. Bear with me. 2016. Okay. Oh ja. 2016. Deze foto's.
Dit was in, weet ik veel. Oh, dit was in. Ja, dit was in Füssen. Zo. Dit was ergens in Oostenrijk, een kasteel, een landschap van een koning. Bizar paleis van stad met een bizar landschap. Ja. En de kunst en de symboliek hier, ik wist het toen niet. Mijn toenmalige vriendin heeft me hiermee naartoe genomen. En ja, ontzagwekkende plaats. Kijk eens naar die symboliek. Geitenkop, kinderen. Ik moet even wat zorgvuldiger zijn. Ja, even kijken. Zo, die heeft het niet naar de zin. Aha. Zo, zo. Mythische figuren. Oké, ja, mythische figuren. Kijken. Oh. Dit was een Moorse kiosk. Dit was een grot waar voorstellingen gegeven werden. Dit zal een verschrikkelijke bloedtoestanden geweest zijn. Oh, dit is wat een naar gevoel krijg ik hierbij. Ja, het is niet heel erg duidelijk. De Venusgrot was dit of zo. Weet ik veel, zoiets. Ja. Zo, zo. Kijk al die gevallen engeltjes. Perverse toestanden, dit joh. Pagan. Hier waren we bij een. Ja. Een andere mythologische toestand. Dit was een hut. Dit had met het Nazi-rijk te maken. Dit was Viking-achtige toestanden. Valhalla-achtige. Hoe heette die shit ook weer? Die film met Tom Cruise. Valkyrie. Oh ja. Occulte toestanden dat ik daar geweest ben, zeg. Verschrikkelijk. Oh. Oké. Toestanden, joh. Mijn god, dat ik daar geweest ben. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Bizar. Ja. Oh. Leon, 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 Leon. Gaan verder. EOS. Het was een ontzettend leuke vakantie. Ik heb me toch erg ontspannen daar. En best wel genoten. Maar nu ik dit terugzie, denk ik van wauw. That's some occult shit. Ja.
uitzicht vanuit een kasteel. Prachtig. Wauw. Wauw, zeg. Het zou je uitzicht zijn. Aha. Uitzicht vanuit onze boerderij waar we waren. Een of andere zee was dat, ik weet niet meer welke. Richting Oostenrijk ging dat. Grotte, Maurische kiosk. Sowieso, kunst. Geen echte engel, denk ik. Een beetje een gevallen engel of zo. Zo. Oh, kijk eens. Het zal een Franse koning zijn, hè? Ja. Het hele koningshuis, joh. Dat zijn foute bloedlijnen. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Waar wilde ik het over hebben? Oh ja, ik had het over de christelijke kerk. Ik heb al heel veel gezegd en verteld, denk ik. Heel veel gezegd en verteld nu. Het wordt ook wel veel tegelijk zo. Ja, onderzoek zelf deze dingen misschien. Of niet. Wat u zelf wilt. Mocht je nou deze filmpjes interessant vinden, steun mij dan door abonneren te drukken. Abonneer je op dit YouTube kanaal. Ik doe dit belangeloos, maar het steunt het kanaal wel. En ik zou het zeer op prijs stellen. Ik wil hierbij ook een zegen uitspreken over dit filmpje. Dat het beschermd is. Ik sta in de autoriteit van Christus. En dit medium is natuurlijk niet het medium van Christus. Maar hij gebruikt alles ook te pas en te onpas natuurlijk. Als het God uitkomt, want hij is almachtig, alomtegenwoordig. Ja, vandaar dus. Even kijken, ik wens iedereen een hele fijne dag toe en een gezegende dag. Ik ga wat leuks doen nu en even achter de computer vandaan. Ik hoop jullie weer te zien voor een volgend uitzendingje. Dit was het voor vanochtend.